Goedenavond, welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen vandaag met goed nieuws. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Ja, gefeliciteerd allemaal. 1 biljoen! Hey! Maar, hoeveel is dat eigenlijk, 1 biljoen? Nou, daar heb je natuurlijk RTL Z voor. We gaan naar Maaike de Jong op de redactie van RTL Z. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen. Hoeveel nullen zijn dat ook alweer, een biljoen? Ja, we hebben ook even zitten rekenen hier. 1000 miljard moet je dan eigenlijk zeggen. Dat zijn 12 nullen. Oké, dus zelfs bij RTL Z hebben ze met z'n allen zitten rekenen om erachter te komen hoeveel nullen er in een biljoen zitten. Oké, ik snap het wel. Want ook voor de gemiddelde Nederlander is het biljoen wel echt moeilijk te bevatten. Wat komt er na een miljard? Biljoen. Ja, heel goed, ja. En weet je ook nog wat daarna komt dan? Ik denk dat er na niks meer komt. Nee, na een biljoen stopt het, hè? Er komt niks na een biljoen. Het gekke is, deze meneer is de voorzitter van de lokale biljartvereniging. Je verzint het niet, of in dit geval wel. Ons bruto binnenlands product is trouwens vooral gestegen door de inflatie. Alles is duurder geworden en daarom wordt er in Nederland in euro's meer omgezet. Terwijl de economie niet echt groeit. Maar hey, fuck it, een biljoen. Hoe doen we dat eigenlijk in vergelijking met andere landen? Ja, dan staan we op de wereldwijde lijst op plaats 18. Vergelijkbaar met Saoedi-Arabië en Turkije. Ja, Nederland is vergelijkbaar met Saoedi-Arabië en Turkije. Sorry, ik schiet automatisch in Wilders bij dit soort zinnen. Ik weet ook niet waarom. Maar oké, we kunnen ook dichter bij huis kijken. Bijvoorbeeld bij België. Die hebben een BBP van 554 miljard euro. Paupers. dan doen we het eigenlijk best wel goed. En ik vind dan ook dat we onszelf best wel even mogen trakteren op iets leuks. Laten we bijvoorbeeld gewoon om de Belgen te zieken bij de grens een tweede manneke pis neerzetten. Maar dan gigantisch groot. En een straal die de ring van Antwerpen raakt. Bam. Hier, man pis. Ik zeg 12 nullen, goed besteed. Over miljarden gesproken, dan gaan we ook nog even naar China. Daar begon vandaag het volkscongres van de Communistische Partij. Dat is ook meteen de enige partij van China. Nadeel, het is een dictatuur. Voordeel, formaties gaan veel sneller. Echt, op tv is het daar ook van, hoe gaat het? Klaar. Veel sneller. Er zijn bijna 3000 afgevaardigden aanwezig. En meer dan aanwezig zijn, hoeven ze niet te doen. The annual week-long gathering is mostly ceremonial in nature. All key decisions have already been made behind closed doors by the Communist Party. Ja, ze gaan dus een week lang een toneelstukje opvoeren met 3000 man. Dit klinkt als een concept waar Toneelgroep Amsterdam binnenkort een prijs mee gaat winnen. Maar het is er wel gezellig. Laten we even een stukje kijken. Xi Jinping, Xi Jinping, die besluit in kleine kring. Mooi meegedaan, prachtig. Ik zag nog wel iets opvallends, want in het communisme wordt alles gelijk verdeeld, dacht ik. Maar kijk, iedereen heeft 1 theepotje op het tafeltje voor zich, behalve Xi. Die heeft er 2. Hey. Eindelijk bewijs, het communisme werkt niet. Leiders willen altijd meer thee. Maar sorry, ik onderbrak het klappen. Even later begint Xi hem ook te voelen. Kijk hier, hij klapt mee. Wel uit de maat, helaas. Maar... Oh nee, wacht, dan klappen alle andere mensen natuurlijk uit de maat. Want hij is de maat. En wat cool ook, dat het congres wordt blijkbaar gesponsord door Heineken. Kijk. Ik weet niet of het echt waar is, maar ik zie Heineken er wel vooraan. Hè? Nee, we proberen te stoppen met het sponsoren van het communistisch congres. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. En daarna begonnen de speeches en zag ik ook dit. Kijk, het is een soort groot dicté der Chinese taal, denk ik. Hè? De gesoigneerde dissidenten arriveerden op Oeigoerse Przewalski-paarden. De gesoigneerde dissidenten. Ja, het is een leuke wedstrijd. 3000 Chinezen deden mee, maar uiteindelijk wint er altijd de Vlaming. Belangrijk thema op het congres is de economie. China wil dat de economie met 5% gaat groeien. Maar of dat gaat lukken is de vraag. De economie die kwakkelt. Sukkels. Wij hebben net een biljoen omgezet en hun economie kwakkelt. En het is nog erger, want de Belgische VRT schrijft... jaarlijks volkscongres in China gaat van start. Alle ogen gericht op plannen voor slaapbakkende economie. De economie slaapbakt. Of slaapbakt. Shit, ik weet niet, ik snap nu waarom Vlamingen altijd winnen met dictaties. Ze verzinnen de woorden waar je bij staat.
Op het congres was er ook nog slecht nieuws voor Taiwan. Usually in the years before there would always be the mention of a peaceful reunification. This time the peaceful, the word was dropped and it was only the mention of unification. Ja, het woord vreedzaam is geschrapt. Beter kun je deze tijd niet samenvatten. En ook nieuw dit jaar is dat de Chinese premier, dat is niet Xi, maar Li, geen persconferentie hield. Volgens China Watchers heeft president Xi daarvoor gezorgd om de positie en de statuur van de premier uit te hollen. En dat is knap van zo'n dictator als Xi, dat hij er toch weer een manier heeft gevonden om nog iets meer te dictatoren. He? Nooit eens lekker een dagje slabakken. Dus, journalisten mogen de premier geen vragen stellen. En het is sowieso al een slechte week voor journalisten in China. NOS-correspondent Sjoerd Dendaas filmde een demonstratie, maar dat vonden de Chinese autoriteiten niet zo'n goed idee. Niet meer al. Holy shit, omvergeduwd, rugzakken afgepakt. Verslaggever in China zijn dus net als de grote pauze op school. Ja, waarschijnlijk is zijn melkbeker ook nog open gegaan in zijn tas. Maar het was wel echt heel heftig, hè? Ze hebben hem zelfs nog een tijdje vastgezet. 2 uur vastgezeten, telefoons afgenomen. Ook de camera werd ingenomen. Het ligt extreem gevoelig hier, zie je nu ook weer. Het is inpakken en wegwezen. Oké, laat maar gaan. Jezus. Hoe komt zo'n Chinese ambtenaar dan ook thuis? Lekker gewerkt, lieverd? Ja, heel de dag mijn hand voor het hoofd van Sjoerd Dendaas gehouden. Precies waar ik als kind van droomde. En het knappe van Sjoerd vind ik dat hij gewoon doorgaat. Want dit is niet de eerste keer dat hij wordt geïntimideerd tijdens zijn werk. 2 jaar geleden stond hij live in het journaal bij het Olympisch Stadion in Peking. Sjoerd, jij staat vlakbij het stadion. Wat gaat China de komende uren laten zien? Ja. Hey, shut down, Igor. Won't you try to see me in blog? Ja, we worden hier inmiddels, je merkt het al, weggetrokken. Ja. We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Dus ik vrees dat wij later even bij je moeten terugkomen. Ja, dat kan halen, ja. Dat denk ik ook, Sjoerd. We gaan door met het volgende onderwerp. Ja, succes in de gevangenis, Sjoerd. Wij gaan hier heel veel door, als je het niet erg vindt. En 2 jaar daarvoor werd hij al lastiggevallen bij een Oeigoer strafkamp. Toch ook worden er nieuwe kampen weer gebouwd en plekken waarvan men niet wil laten zien wat daar precies binnen gebeurt. Wat een lef heeft die Sjoerd. Hij maakt de Chinese overheid boos naast een strafkamp. En hier wordt hij weer weggeduwd bij een Chinees ziekenhuis tijdens de coronapandemie. Meester. We hoeven niet aan ons te komen wat mij betreft. Nee, wat mij betreft ook niet. Blijf gewoon van Sjoerd af. Ik vind dat het tijd is voor een lofzang op Sjoerd Dendaas. En normaal zou ik dan nu een mooie melodie gaan componeren, maar ja, die is er al. Dus daar gaan we. Kijk, weer lekker klappen en zingen ook lekker mee. Hier. Sjoerd Dendaas is een hele mooie baas. Sjoerd Dendaas, laat hem los Chinezen. Prachtig, dankjewel. En dit was vandaag. Zometeen gaan we overstappen met KLM. Maar eerst AI of Kamerlid. Doe lekker mee! AI of Kamerlid. Naam? Okke-Jan Bovens. Partij? CDA. Het is AI. Oké, dat was hem. Het allerlaatste filmpje op YouTube. Je hebt alles gezien. Bizar, er zit niks anders op dan verder te kijken op NPO Start. Er staan nog veel meer. Zoals hele uitzendingen van de avondshow. Veel plezier.